acteurs weten van niets. Dan gaan ze improviseren. 3 opdrachten krijgen ze. Wat maken ze ervan? Onvoorbereid gaan ze de vloer op. Gaat u nog meer vertellen over de apen? Ja. Nou, Ik moet gewoon even rustig worden, anders zal kan ik gewoon, het niet. Zal ik gewoon de naam opnoemen van de apen? Oh, ja. Saskia. Pierre. Saskia, jij hebt je enig kind verloren, 1 jaar geleden. Bij een verkeersongeluk. Het was een jongen van 16. Hij heeft zijn organen gedoneerd, maar je weet niet aan wie. Maar je bent nu de man op het spoor gekomen die het hart van jouw zoon heeft. Die dus leeft dankzij het hart van jouw zoon. In het geheim natuurlijk, want het is, je mag het niet weten. Je hebt een afspraak met hem gemaakt, met een smoes. En jullie ontmoeten elkaar op een bankje in Artis. En ik weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Nee. Oké. Okay. Jij hebt een afspraak met een smoes. Of tenminste, je gaat erop in. En je zit op een bankje in Artis. Ja? Mm-hmm. Hallo. Hallo. Sorry dat ik een beetje laat ben. Ja. Komt goed. Wat fijn dat u er bent. Ja? Ja. U eet bananen. Nee, dit is voor de apen. Oh, ik ja. Ken de apen. Ja. Ja, hier is altijd het leukst zitten, hè? Ja. Wist u dat er een was die ook een... Die heeft een hartkwaal. Die hele oude daar. Zie je zitten? Met die grijze kop. Ik weet niet of je dat bij chimpansees ook een bypass of een dotter noemt, dat weet ik niet precies. Hij schijnt wel een soort, ja, een soort dottertje te hebben gekregen. Dus ik voelde me eigenlijk... Oh, God. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Ik kan het helemaal nog niet. Maar wat is er? Kan ik iets doen? Moet je wat water hebben? Een banaan? Ja. Ik dacht dat ik het aan kon om u te zien, maar het gaat helemaal niet. Waarom? Wat heb ik dan gedaan? Ik ben heel lief. Ik ben heel blij dat u er bent. Maar ik kan het helemaal niet. Ik wil dat ik al lang klaar was ermee, maar ik ben helemaal niet klaar mee. Waarmee? Klaar waarmee? Kunt u nog meer vertellen over de apen? Ja, nou, Ik moet gewoon even rustig worden, anders zal kan ik gewoon, niet. Zal ik gewoon de naam opnoemen van de apen? Oh, ja. Gewoon als begin. Nou, die oude, dat is Balbo. Ja. En dat is wel aardig, want... Oh, God. Maar zullen we, maar zullen we naar de vissen? Of, nee. Of iets naar het aquarium? Of iets rustgevends? Nee, het is oké. Okay. Hallo. Hi. Niet, Het is zo fijn om u te zien. Ja. Ja. Tuurlijk. Oh, ja, nou, dan doe ik mee, hoor. Ja. Hoe gaat al iets beter? Een beetje sneu voor ze, hè? Ja. Ja, nou. Je moet hem eroverheen gooien. Hop. Kijk, hij ving hem op, zag je? Ja, zie je, maar dat is niet Balbo, hè? Want dat kan hij niet meer. Oh, nee. Met zijn hart is dat, hè? Ja, heeft het, dan kan hij niet, is hij er net niet snel genoeg bij. Mm. Want die Titus, dat is die kleinere. Ja. Het is eigenlijk zijn achterkleinzoon. Die pikt hem dan. En zie je wat aardig is? Want dan gaat hij om Sammy heen. Kijk, Sammy is die is debiel.
Die is niet helemaal goed. Die heeft dus een soort, zeg maar, die hebben ze lobotomie op. Ze hebben allemaal wel wat hoor, die apen. En die Titus, die gaat een omslag mee heen en die geeft ook absoluut een stukje aan. Nou, dat. Het is zo mooi om u hier zo te zien zitten en zo vol te zien vertellen over alles wat er hier te zien is en zo. Nee. Oh. Is het mijn baard? Nee, die is mooi. Die... Ja, dat... U leeft zo. U straalt zo'n kracht uit en alles toetert en groeit en bloeit en... U eet een banaan. Het is zo wonderschoon om dat te zien. Dat kan ik er niet... Ja, u moet mij wel heel raar vinden, maar ik... ben heel erg blij om u te zien. Het is oké. Okay. Het is heel lang geleden dat iemand mij zomaar... Begrijpt u wel? Ja. Ja, de aap wel eens een keer, maar dan moet je toch... Moet je toch mee uitkijken. Het is heel lang geleden dat ik een artist ben geweest. Toch? Oh ja? Ja, dat is ook al heel moeilijk om in... artist te zijn, dat is de plek waar je met je kinderen naartoe gaat en waar je... Oh ja. Ja, dus ja, dat ja. Is... Ik heb daar goede herinneringen aan. U heeft kinderen? U mag ze be... Ach, maar wat is er? Het is zo... Wat? Maar vertel het dan. Dat u het echt weet, hè? Ja. U heeft een goed hart, hè? Het is, ik ben ontzettend blij mee. Ja. Ik heb... De apen hoeven dat niet te horen. Huh? Ik heb een nieuw hart gekregen. Oh ja? Ja. Het is allemaal nog herstellende, dus... Ja. Maar het wordt sterker en sterker. En ik voel dat dat een vriend wordt. Ja? Oh, wat mooi. Begrijpt u wel? Ja, dat is heel mooi. Maar had u nou kinderen? Want misschien is het leuk de volgende keer dat u uw kinderen meeneemt. Ik ben echt dol op kinderen. En dan kan ik ze wat vertellen over de apen en ik weet heel veel van papegaaien. Ik had een zoon van 16 en die is dood. Ja. Oh, meisje. Ja. Ik mis hem zo. Oh god. Ik mis hem zo. Oh god. Ik mis hem zo. Wat is er gebeurd? Hij is doodgereden. Door een dronken lap. Die is doorgereden. We weten niet wie het is. Ja, ontzettend leuk. Ik had hem heel graag gezien. Ja. Ik denk dat ik maar... Maar waarom wilde u me nog spreken? Dat moet u echt zeggen. U kunt niet zomaar weggaan. Ik wilde u alleen maar zien. Is dat genoeg of niet? Misschien kunnen we nog een keer afspreken. Oh ja. Ja, heel graag. Ja? Ja. Heeft u een adres, een boekje of iets tegen? Ah, neem me mee voor thuis. Dat kan ik niet vergeten. Dit is de bril van mijn zoon. Och, dat is de bril. Ja. Wilt u hem eens opzetten? Ja, tuurlijk. Och jongen. Oh, lieve jongen. Hallo. Ik moet gaan. Ik vond het wel aardig dat u dat deed. Sorry dat ik. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben een beetje in de war. U moet mij wel een hele rare vrouw vinden, maar ik. Dank u wel. Ja. Misschien over een week hier mag weer. Mag ik? Ja. Zelfde dag, zelfde tijd. Ja, dat is goed. Oh. Mag ik? Ja. Dag. Dag. Oké, tot hier.
Je kent mij niet meer, hè? Nee, sorry, ik heb je volgens mij nog nooit gezien. Johnny. Jij bent doorgedrongen tot de laatste ronde van zoiets als Aardels. En dan ben je op een hele lullige, harde manier ben je onderuit gegaan. En je voelde je ontzettend kloten en heel erg vernederd door de manier waarop je afgewezen werd. Je weet nu dat de voorzitter van de jury, Stefan, dat hij in een hotel logeert. En je hebt je opgegeven als bediende bij de roomservice. En op die manier weet je tot zijn kamer door te dringen. Huh? Ja. Hotelkamer, roomservice. Ja, zilpen. Je had champagne besteld? Ja, jongens, is goed, zit er maar niet. Is klaar. Hey, bent u niet van dat programma? Ja, Ja, toch? Ja, zou ik u misschien even wat mogen vragen? Over zo'n inschrijving of zo? Nee, je kan, als je naar die omroep belt, dan komt het vanzelf. Dan krijg je iemand aan de telefoon en dan moet je het verder. We zijn er ook mee klaar. Volgend jaar misschien een serie nog een keer, maar dat zien we nog wel een keer. Ja. Ik zal je een handtekening... Ja, zou ik een handtekening van u mogen? Dat... Alsjeblieft. Hoe heet je? Hans. Hans. Oké. Okay. Denkt u wel dat ik er leuk genoeg uit zou zien? Maar, ja. Ja, probeer het eens, zou ik zeggen. Hè? Nou, dat vind ik toch wel weer aardig dat u dat zegt. Nou, goed. Kun je zingen? Laat het horen. Ja, zo. Een beetje. Je kent mij niet meer, hè? Nee, sorry. Ik heb je volgens mij nog nooit gezien. Als je nou eens even heel goed nadenkt. Weet u het niet meer? Nee, man. Misschien met inchecken of zo, vanochtend? Sorry. Hé. Hey. Zeg. Wat is dit voor een ongein? U weet het echt niet meer, hè? Ja! Nee, sorry. Nee, echt, nee. Nee, ik moet eerlijk zijn. Ik weet het echt niet meer. Laat heb je gezien? Heb ik iets gedaan? Zeg het, jongen. Oh, zeg het. Ga maar even zitten, zei ik. Rustig, rustig. Ik zit. Rustig. Rustig, rustig. Wat? Kansloze boer. Weet u dat nog? Ik weet, volgens mij weet ik het weer. Dat was echt heel goed. Voor het programma, toen. Dat jij erin zat. Nu zie ik het weer. Kan jij zo goed zingen anders? Hè? Ik heb gezongen, ja, vroeger. Maar ik ben er gaan produceren. Laat maar eens even horen dan. Laat jij maar eens even horen. Ga maar eens even daar staan. Hè? En dan zal ik eens laten voelen. Hoe vernederend het kan zijn. Het spijt me dat ik je gekwetst heb. Ik wil jou wel even zien zingen nu. Oprecht. Ik wil jou nu wel even zien zingen. Ja? Ja, rustig, Hansie. Kom op. Rustig nou, hè. Oké, dan ben ik even dan ben ik jou even. En dan is die andere, die Edwin, die zit er dan hier. Ja, kom eens even binnen dan. Waar is de stip? Dan is daar de stip. Hoe heet ik? Hans. Ik heet Hans? Ja. Hallo, goedemiddag. Hoi. Hoi. Ik ben Hans. Hans, gaan we even hier staan. Wat ga jij vandaag voor ons zingen, Hans? Wat zong jij ook alweer? Ik weet niet meer wat je zong. Wat zong je? My Way. My Way. Nou, laat me eens even zien. Moet ik het zingen? Ja, heel graag. My Way. Now, the end... Ja, stop maar. Noem je dat zingen? Heb je wel eens gehoord van een kapper? Nee, vind jij jezelf nou echt de nieuwe aanwinst voor allerlei jonge kinderen die thuis zitten te kijken? Ik dacht, ik probeer het eens. Ik geef het een gooi, ik geef het een poging. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. Voor de kijkcijfers is het niet slecht in ieder geval, dit. Nee, nou. Nee. Maar, zie je nou, dat is toch niet leuk? Ach, nou ja, god jezus, man. Ik bedoel, ik ga dan... Ja, maar begrijp dan, je nou... Maar ik ga dan vrijwillig ga ik daar staan. Ik kom naar zo'n programma toe. Dan doe je jezelf toch aan? Nee, eerlijk. Doe nog eens wat. Ga ik nu kijken.
Maar ik heb nu niks zo goed voorbereid. Nee, maar misschien is dat juist goed, dat je nu wat ontspannender bent. Je was gespannen toen misschien, hè? Nu ben je een stuk ontspannender, toch? Nou ja, goed. Heb je een camera bij je? Nee, maar dan speel ik dat ik een camera bij me heb. Oké. Oké, Hansie? Ja. Kom maar, doe maar. Oké. Okay. Welk liedje zal ik doen? Wil je My Way? Wat jij het leukste vindt, oké? Ja, vind ik My Way het leukste. Als je nou de camera nog even uitgaat, ja? Dan kom je op. Ja. Ben ik gewoon mezelf, Hans, hè? Ja, ik ben mezelf ook. Ja. Doe maar. Oké. Oké, kom ik. Oké, Hansie. Hallo, ik ben Hans. Yes. En ik wil graag een My Way doen. Ja, je ziet er al hartstikke goed uit, Hans. Dankjewel. Oké. Dankjewel. Span je maar, leg dat ding maar even daar. Dankjewel. I did it my way! Jezus, wat goed! Wat goed, man! Nog een keer. Want dat is toch ook veel leuker als je het zo zegt? Ja, maar echt, ik heb me vergist. Echt, jezus, stom. Schrijf je... sorry, hier. Hansie. Ah, oh, godverdomme. Schrijf je nummer op? Ja. Dan, oké. Sodemieter, klootzak. Wat denk je eigenlijk wel? Eruit. Nee, blijf hier. Ga zitten. Dan voel je het eens, hè? Hoe het is om onder schot gehouden te worden. Ga zitten! Man, je kan niks. Met een fluim. Met een omhooggevallen, in elkaar gestorte agrariër ben je. Denk je dat je kan zingen? Denk jij dat je kan zingen? Hè? Beetje. Een beetje? Nul, pak de telefoontje, je belt nu de politie. Hier, schiet op. Etter. Laat ze maar hierheen komen. Ja, hallo. Ik ben hier de ober en ik word onder schot gehouden. Geef maar hier. Ik weet niet, hij wilde met me naar bed en dat wilde ik niet. En nu moet ik mijn broek uittrekken. Ja, hallo. Hier, ja, van je. Met mij. Ja. Help! Help! Hij heeft me bedreigd. Dan komt hij binnen. Ik ben van het programma Idols, weet u wel. Dat programma, dat enorm populaire programma. Hij komt hier binnen en het is losgeslagen gek die het niet heeft gehaald. Die wil nu met geweld wil die toch. Blijf zitten. Help! Zak, zitten! Maak je af! Nee, ik bedoel, ik. Oké, tot hier. Sprechen Sie Deutsch? Nee, natuurlijk niet. Huub, jij wordt wakker in een hotelkamer, in een voor jou totaal onbekende hotelkamer. En naast je ligt een persoon met een apenpak. In dat pak zit Pierre. Dat is het. Je hebt ze wel liggen vanavond, hè? Godverdomme. Je hoeft niet in het pak. Jij hoeft niet in het pak. Nee, ik ga ook niet in het pak. Godverdomme. Gaat dat, Pierre? Ja. Spreken Sie Deutsch? Nee, natuurlijk niet. Wat doe jij in mijn kamer, joh? Wim. Wim? Wie ben jij? Ik ben Johan.
Godverdomme, in mijn bed, man! Wat? Nee, jij ligt in mijn bed! Nee, jij ligt in mijn bed! Wat zal ik... Welke kamernummer... Het is 302. Ja, dat is mijn nummer. Ja, wat zullen we nou krijgen, zeg? Ik heb gisteravond hier 302. Is dit Praag? Ik zit godverdomme de hele nacht al zit ik service te bellen. Is dit Praag? Ik krijg de pak niet meer uit. Godverdomme. Wij hebben een feestje gehad. Ik moest optreden iets. Ik moest de directeur nadoen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar ik krijg dat kutpak niet meer uit, man. Ik weet niet wat ik moet doen. Zal ik eens kijken of het, of ik je... Ja, probeer maar, godverdomme. Hé, maar hoe ben... Maar ik kan het niet kapot knippen, joh. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe ben jij binnengekomen? Nee, gewoon feest het nog. Het was zo en... Blijf, Wim. Blijf even. Ja. Je stinkt ongelooflijk uit je bek, weet ja. je. Ja, natuurlijk. Godverdomme nog een toe. Mag ik ben godverdomme niet de eerste die de pak aan heeft. Wim, blijf staan. Hé. Hey. Ja, zie je nou, nou ik krijg... zie je nou? Het gaat niet los. Ja, ik kan alleen die handen, die heb ik aangedaan omdat ik het een beetje koud heb. Een soort handschoenen, maar ik krijg dat ding niet meer uit, joh. Zullen we iemand bellen? Ja, wacht, ik ga wel even de receptie bellen. Hallo, juist. I have a little problem. Ja, yeah, een little problem. I'm stuck in an ape pack. I'm stuck in an ape pack. Kostuum. Een eepkostuum. Kostuum, ja. Kostuum. Ja. If you could find someone with scissors or something else who can... Who can get me out of this ape pack... En verbanddoos. First aid kit. First aid kit. No, not for me, but for someone who I was accidentally sleeping with. Yeah. No, I did not hurt him. Absolute no. It is an odd story, but yes? Okie do. You, da. Okay, tot hier.